Het zouden de woorden kunnen zijn geweest van de directeur van IKEA of van andere winkels die gisteren openging. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt. Zoveel maanden hebben jullie thuis gezeten, opgesloten, hebben jullie ons niet kunnen bezoeken, maar de deuren zijn weer open. Komt en ik zal u rust en verlichting schenken. En als het niet is bij het inkopen dan, op allerlei zaken, dan is het wel op terrasjes. Mensen die eindelijk weer eens naar buiten kunnen, eindelijk weer kunnen genieten en dan ook nog eens bij stralend weer. Maar zijn dat niet alternatieven voor wat de Romeinen al zeiden? Brood en spelen? Dat is het volgende waar natuurlijk nu aan gewerkt wordt met die Field Labs. Dat we dadelijk met de helft van het aantal bezoekers toch weer voetbalwedstrijden kunnen bijwonen, festivals. En dan leven we weer. Want we zijn uitgeput. Het heeft lang genoeg geduurd. Mensen gaan gebukt onder de lasten die een pandemie met zich hebben meegebracht. En toch, is nu werkelijk dat dan de bevrijding waar wij op wachten? Zijn we dan niet precies hetzelfde als de Romeinen die werden rustig gehouden met brood en spelen? Als Jezus zegt, kom tot mij, gij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en vervolgens eraan toevoegt, neem mijn juk op uw schouders, dan heeft Jezus het over een andere last. Een andere last waar mensen wellicht nog veel meer onder gebukt gaan. En toch vreemd genoeg, ofschoon het een last is van mensen van alle tijden, hebben we die zo verdrongen dat het woord van die last bij het grotendeel van onze bevolking, zelfs van katholieken, onbekend is geworden. Vraag eens aan uw kleinkinderen, wat betekent zonde? Denk dat ze zeggen, opa, oma. Zonde is als een vaas op de grond valt. Dan roept mama, zonde. Daar zit natuurlijk iets in. Van de oorsprong van het woord. Want zonde is een tekort. Die vaas, die behoort niet in scherven op de grond te liggen. Die behoort heel te zijn. En er ontbreekt dus iets. Maar het gaat niet om scherven van een vaas. Het gaat erom ook niet zomaar dat we iets fout doen. Maar dat er iets gebroken is in de relatie met God. En als God niet meer leeft in ons bewustzijn. Als we in een samenleving leven waar Jezus alleen nog als stopwoord of als vloek wordt gebruikt. Dan verdwijnt natuurlijk ook dat woord dat aangeeft dat onze relatie met God stuk gaat op het moment dat wij dingen doen die tegen zijn geboden ingaan. Die de band, de relatie met hem verbreken. Maar Jezus ziet dat als de grootste last van een mens. Want als hij zegt, kom tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, heeft hij het vervolgens over het kruis dat zijn kruis is geworden. Neem mijn juk op uw schouders. Met andere woorden, draag maar met mij dat kruis. Ik draag het met jou. En voor degene die twijfelen of het daarover gaat, over die zonde, dan zou ik zeggen, ja, ik ga u niet de hele eerste lezing opnieuw lezen, maar tot 10 keer toe heb je dat woord gehoord, zonde, in de eerste lezing van Johannes. Als wij beweren zonder zonde te zijn, beweren, bedriegen wij onszelf. Als wij onze zonde belijden, als wij zeggen dat we geen zonde hebben, enzovoort. En dus dat om een woord wat ons de meeste mensen helemaal niks meer zegt. En waar wij blijkbaar ook, ja, desnoods mee leren leven. Ben u eenmaal zo? Nee, u bent nu eenmaal niet zo. Zo zijn wij geworden. Daar kies je voor. Het is ten diepste een keuze. Zoals het geloof niet iets is voor mensen die een bepaalde emoties hebben. Ons geloof is een kwestie van een keuze. Met je verstand. Met je verstand maak je een keuze voor God. Dat is wat moeder Teresa, de heilige moeder Teresa, die zo geprezen wordt om haar werken van barmhartigheid telkens weer zei. Die ook zei, ik kan dit werk helemaal niet doen als ik niet 's morgens begin met lange tijd, en dan sprak ze over uren, van gebed. Ik heb die relatie met God nodig
om mijn naaste ook werkelijk te kunnen beminnen. En om die relatie met God te herstellen, heb ik Jezus nodig. Gistermorgen, voordat de winkels open gingen, stonden hier en daar bij grotere filialen al hele rijen mensen die nu niet meer te hoeven reserveren, maar zo naar binnen konden. Tenminste, 1 op de 25 vierkante meter. In de kerk gaat het om feiten nog meer plaatsen die we vrij kunnen geven. Niet iedereen heeft 25 vierkante meter nodig. In onze kerk kunnen er zo'n 80, denk ik, gemakkelijk zitten. En dan hebben ze ongeveer 10%, zoals het mag, van de regering in onze kerkgebouwen. Ik ben benieuwd of er zondagmorgen inderdaad al die mensen voor de gesloten deur staan te wachten. En zoals men het personeel op de terrasjes met applaus begroette toen die de terrassen opendeden, ik ben benieuwd of de koster met applaus wordt begroet als hij zondagmorgen de deuren opendoet. Maar het gaat niet om aantallen. Uiteindelijk begint het altijd met mijzelf. Heb ik mijn hart voor hem geopend? Laat ik hem toe in mijn leven? Dan zal hij zijn werk kunnen doen. Dan zal hij mij werkelijk vrijmaken en mij de weg wijzen die ik moet gaan om getuige te zijn in deze wereld van hem die ons het echte leven schenken wil. Amen.